plaatje hier ziet, is mijn examenproject van CIBAB. Ik heb ervoor gekozen om stoelen te ontwerpen. Dit omdat ik dit eigenlijk altijd heel graag wilde doen. En het ProU-project hier de uitgelegen kans voor was. Ik heb het thema gekozen de oceaan en de onderwaterwereld. Dit kun je terugzien in de drie stoelen in de kleuren. De witte stoel staat voor het schuim laag op de zee, zeg maar. En dan heb je de rode stoel, die staat voor het koraal waar heel veel leven is. En eigenlijk de zwarte staat voor waar het uitgestorven is. En helaas zijn die plekken ook in de oceaan. Dat ik hier in het museum mag staan is super gaaf natuurlijk. Er zijn niet veel studenten die hier uiteindelijk de kans krijgen om hier te mogen staan. Dus ik vind het echt heel leuk. En ik vind het gewoon gaaf dat mensen ook, dat ik nu een groter publiek bereik met mijn werk. En dat iedereen het mag bewonderen. En ik vind het heel leuk.